Max Albertus, geweldige ronde vandaag en een bijzonder verhaal. Want jij hoorde pas heel laat dat je kon starten in dit KLM Open. Hoe ging dat? Ja, klopt. Ja, gisteravond toen werd ik opgebeld. Of gisteren einde van de middag. Van ja, we willen je eigenlijk tweede reserve maken. En dan moet je morgenochtend hierheen komen. En als je geluk hebt kun je spelen. Zeg ik, nou is goed, dat wil ik wel. Want ik woon in Os, dus dat is een half uurtje. En 10 minuten daarna zeiden ze van, nou je kunt toch spelen, want er is iemand uitgevallen. Dus ja, mooi meegenomen. Had je er nog überhaupt op gerekend dat je kon spelen? Nou, niet echt. Eerst wel gehoopt, maar toen dacht ik, ja, eigenlijk niet echt de reden. Maar ja, toen uiteindelijk, ja, een goede karma, denk ik. Ja. Geen optimale voorbereiding en dan toch een geweldige score neerzetten hier in heel moeilijke omstandigheden. Dus ja, je hebt gewoon geweldig gespeeld. Ja, klopt. Ik heb wel een beetje thuisvoordeel hier lid sinds afgelopen jaar. En maar ja, de omstandigheden met KLM Open en met de tenten en de mensen en alles erbij is toch iets anders. Maar ja, gisteravond in bed eventjes alle holes doorgelopen in mijn hoofd. Dus ik start op hol 10 en dan 18 en toen viel ik in slaap en toen werd ik wakker. En toen was het dacht van, oh, nu moet ik het echt gaan doen. En eigenlijk weinig tijd gehad om na te denken. En misschien is dat wel goed geweest. Wat voor score maakte je in bed? Ja, niet over nagedacht. Min 59. Ja, min 18. Je zei niet over nagedacht, te veel de baan ontspannen, weinig verwachting. Gaat dat nu veranderen na vandaag? Ik hoop het niet. Eigenlijk wil ik gewoon met dezelfde instelling morgen gaan spelen. En dan zien hoe ver we komen. Ja. Oké, Max, geweldig gespeeld. En ga door zo. Ja, dank je. Ga ik doen.